We zijn al begonnen. Ja? Ja. Oh, ik zat te wachten tot jij ging... Ik ben altijd zo super awkward. Je dacht dat ik een intro zou doen, of niet? Hey mensen, of zo. Hey, hoe zou jij een intro doen? Dit is het kanaal van de Morrogs. Oh, dat weet ik niet. Doe gewoon iets wat in jou opkomt. What's up Morrogs, zoiets zeg je toch altijd? Ja, perfect. Nou jongens, dit wordt mijn intro vanaf nu voor elke video. Ja, we zijn hier vandaag samen met Mathia. Yes. En we gaan een lekker pc'tje bouwen. Ja. Jij had mijn hulp nodig. Ja, heel erg. Je hebt echt een super dikke pc, in ieder geval componenten heb je samengesteld. Ja, daar moet ik ook niet alle credits voor nemen hoor, daar heb ik vrij weinig aan gedaan. Ja, je hebt wel een beetje hulp gehad, zei je. Ja. We hebben net een beetje gebabbeld op Twitter en via iemand uit je community. Ja, Noah die vond het super leuk om te doen en toen heeft hij het lijstje samengesteld. Die heb ik op Twitter gegooid, zodat Twitter hun ongezouten mening erover kon geven. En daar is dit uitgekomen. Ik heb wel altijd zo, Twitter is wel zo'n plek waar sowieso kan je nooit iets goed doen. Nee. Het is wel zo'n plek van, het maakt niet uit hoe goed je PC is. Als je het daar gooit, er zal altijd iemand het niet mee eens zijn. Ja. Oh, waarom ga je voor AMD? Je moet voor Intel gaan. Waarom Nvidia? Ga voor dit, ga voor zus, ga voor zo. Maar goed, ik heb net wel al je componenten gezien en het ziet er wel goed uit. Dus Twitter, jullie hebben eindelijk een keer jullie best gedaan, motherfuckers. Ja. Goed zo. Nou ja, Mathia, ik weet niet, ik denk niet dat iedereen haar kent, want ik heb wel best wel, tenminste ik heb nooit iets samen met jou op mijn kanaal gedaan, dus ik zal jou even, tenminste of introduceer jezelf eventjes, ik kan het wel doen. Wat doe je allemaal? Ik game vooral, op Twitch, ja, dat is eigenlijk wat ik vooral doe. Dat doe ik al 7 jaar bijna en ik vind het ook leuk om af en toe een beetje te sporten. En tennis hou je van? Tennis, ja, heel veel, dat doe ik de laatste jaren veel. En dat stream ik ook wel eens. Tennis? Ja. Oh ja, ik heb het wel een keer gezien inderdaad. Ja, dus als de tegenstanders het oké vinden dat ik het stream, dan stream ik het. Kan je niet gewoon een soort van alleen jouw helft streamen? Ja, dat doe ik ook wel eens dan. Oh, okay. Als ze dan niet willen, dan... Ah, nice. Sowieso, als jullie haar willen volgen, doe je ook dingen op YouTube of niet? Ja, vloggen voornamelijk. Oké, dus als je haar wil volgen jongens, linkjes staan allemaal in de beschrijving. Check haar overal eventjes. Maar goed, we gaan lekker pc'tje bouwen. Ja, leuk. Ja, ik denk altijd van, het gaat wel heel snel, want ik heb al vaker een pc in elkaar gezet. Maar ik ga je één ding zeggen, er gaat A, altijd iets mis. En dat zien jullie niet, want dat editen we lekker weg. En B, het duurt langer dan je denkt. Ja. Vooral omdat we ook dingen vastleggen. Maar goed, laten we maar gewoon lekker beginnen. Yes. Met wat gaan we beginnen? De case? Nee, wacht. Ik heb video's gekeken met het moederbord. Kijk. Ja. Ze weet het wel. Je maakt sowieso grapjes. Jij weet hoe je een PC moet bouwen. Ik heb het al een paar keer gezien. Ja. Maar ik zou het niet in mijn eentje durven gaan doen. Nee. Ik ga je erbij. Normaal gesproken dan zeg ik tegen de gast, haal jij de componenten, maar ik zal vandaag mij als een goede heer neerzetten. Nee, ik had op mijn opleiding deed ik altijd, ik zat dus op een mannenopleiding en dan deed ik in de pauze deed ik mijn make-up, geen idee waarom. En dan deed ik altijd een overhoring van, wat is het dit? En dan moest ze zeggen wat een foundation was of zo. Als je dat zou doen bij mij... Ja. Ik weet zeker dat ik er een paar fout zou hebben. Ik denk wel dat jij dit nu al weet, toch? Ja? Onderhand, jawel. Nou, je dacht dat dit een videokaart was. Nee. Nou jongens, we hebben hier een MSI videokaart, zoals jullie kunnen zien. Nee, Super nice. Ik bedoelde moeder voor het. Ja, heel nice. Ik zal hem hier even boven laten zien. Ja. Kijk, ik heb hier dus helemaal niet aan meegeholpen met deze samenstelling. Maar ik heb deze wel gezien, dus ik was zelf ook een beetje aan het kijken naar nieuwe componenten en zo. En ik zag deze en deze was eigenlijk ook één van de die ik als mogelijk optie had voor mijn eigen PC. Oh, dus sowieso is het is echt een heel dik moederbord dit. Dit is dus Emre approved. Deze is zeker weten Emre approved, weet je. Dit is in combinatie met jouw CPU zometeen. Gaan we deze echt even helemaal vol bouwen. De doos dan nog nodig? De doos is belangrijk. Nee, serieus, dat is geen grapje. Het is echt belangrijk. Kijk, hoezo dan? Deze moet er nog in. Nee, ja, doe die in de doos. Oké. Ik heb het idee dat je me in de maling zit te nemen. Nee, echt niet. Echt niet. Die in de doos. Doos dicht. Doe hem maar goed dicht. Netjes dicht. Ja. Deze gaat hierop en dan gaan we bouwen. Oh, oké. Dat is heel belangrijk, dat hij op de doos ligt. Dit is heel belangrijk, ja, want dit doet vrijwel iedereen. Want dan ligt hij niet op een harde tafel of zo. Nu ligt het op een soort karton. En het is precies dezelfde grootte. Mooie werkhoogte. Nee, dit is omdat het is gewoon chill dat het gewoon op die doos staat. Kijk, het kan ook op tafel. Het is in principe prima. Maar als je kijkt naar de onderkant, het zijn allemaal pinnetjes en noem het maar op. En we willen niet dat die beschadigd raken. Dus we leggen hem gewoon hier zo netjes op de doos neer. En dan zit hij goed. Hij ziet er wel echt fucking dik uit. Ik vind hem ook echt mooi. Mag ik dat even zeggen of niet? Goud met zwart. Shit, hij is echt nice hoor. Ja. Wauw. Kijk, ik laat hem even shine in de bovenste camera. Ja, hij is echt heel erg dik hoor. Nou, daar hoort natuurlijk een... de processor. Een voeding bij. Nee, ik trap er niet in. Maar dit was makkelijk, want ik zag net dit plaatje ook op de voorkant van de doos staan. Ja, dus dat was... Ryzen, ja, precies. En waar heb jij voor gekozen vandaag? Ik heb gekozen voor een Ryzen 5000 serie processor. Ja, en welke of precies? 9. Is dat dat is Ryzen 9 en dan is het waarschijnlijk de... Zen 3 Architecture AMD Socket AM4. Ja, dat is dus ook niet... Het was iets... Net had ik het wel aan je voorgelezen van iets. Ja, van een lijst. Oh, hier. 5900X. 12 core. Is dat het? Ja, 12 core. Core 24 thread. Ja. Processor PCIe 4.0. Perfect. Meer hebben we niet nodig. Dat is nice. Nee, dit is inderdaad een 12 core. En ja, dat wat ik zeg, weet je. Dat zijn superveel... verschillende cores om al jouw programma's en weet ik veel wat op te draaien. 12 blokjes. 12 blokjes om, dat zijn allemaal soort werkveldjes en die kunnen allemaal van die taken aan. Ja. Dus daar waar je met een Call of Duty, want je zei ik kan nu niet eens Call of Duty streamen op mijn huidige PC. Nee. Hoogstwaarschijnlijk, ik weet het eigenlijk wel zeker dat dat met deze wel kan. Ja. Omdat deze zoveel cores heeft dat Call of Duty, dat kan haast niet dat hij 100% van dit ding gaat gebruiken. Okay, dus dat moet sowieso goed komen. Maar je mag me altijd een berichtje sturen. Hè? Als het helemaal van hé, ik kom er niet uit of zo, dan you know. Ja, met Call of Duty. Ja, met Call of Duty mag ook. Dat mag ook. Weet je wat, jij gaat het gewoon. Ja. Heb je ooit zelf echt een PC gehad of heb je het anderen laten doen? Ja, en dan mocht ik af en toe één kabeltje zo. Jij mag het doen. Oké. Heb je de shank knife nodig? Ja, ik heb hem nodig. Dan komt hij. Pas op. Ja. Nu staan mijn vingerafdrukken erop. Klopt, hè? Nu dus kan ik gewoon iemand shanken en dan krijg jij de schuld. Als mijn moeder dit kijkt, die denkt ook echt, oh Mathia, je snijdt in je rug zo. Want dat kan ik, hè. Oh, wacht, kijk. Kijk, jij kan dit, kom op. Dat vind ik beter. Dan, vind ik altijd zo bizar dat die processors zo klein zijn. Ja, klopt. Het is echt zo'n kleine plak. Pas op dat die er niet uitvalt, hè? Dat gebeurt wel vaker. Kijk, en nu moeten we even checken. Voor de nieuwe kijkers die het niet weten. We gaan kijken hoe we deze gaan installeren. Weet jij hoe je moet installeren of niet? Als in, hoe hij moet. Nou, als ik mijn ingeving moet geven, alle letters staan zo. Ja. Dus deze letters moeten ook zo, dat je alle letters goed leest. Precies, oké. Dat dan denk ik dan. Ga ik even kijken of dat klopt. Oh nee, wacht, het was iets met een pinnetje. Dat moet aan een... Hier zit dan ook een pin en dat moet dan gelijk zitten. Als je hem zo had geïnstalleerd, dan was het fout geweest inderdaad. Oh. Dus dan had je waarschijnlijk die pinnetjes die er onderaan zitten, die waren naar de kloten gegaan. Ja, maar ik zie niet echt dat pinnetje, dat zag ik bij Don Kaaklein in zijn video, die had het erover. Klopt. Je hebt niet goed opgelet. Nee, maar nee. Ja, dat zijn wel strafpuntjes. Ja. Kijk, geef niet. We gaan gewoon weer er doorheen. Ja. Kijk hier. Oh, ja. Heel klein puntje in één van de hoeken. Ja. Dat is een soort driehoekje. Ja. En dan hier ergens zit ook een driehoekje op de hoek. Oh, dat is daar. Juist. Oh, en die dus moet overheen komen. Ja, oké, dus hij moet zo. Maar dat is gek, want je zou zeggen van zet hem gewoon even recht. Want dan weten we gewoon als de teksten recht staan, dan staat hij ook recht. Maar toch moeten ze ergens zo'n klein dingetje neerzetten. Even kijken of ik het hier kan laten zien. Het is wel heel klein hoor. Ja. Ik weet niet eens of het überhaupt te zien is, maar het zit hier. En dat komt dus overeen met een driehoekje. Een driehoekje wat hier op je moederbord zit. En dan omhoog. Ja, niet te ver. Juist. Nu is hij gewoon open. Ja. Nu pak je die. Aan de zijkant. Juist, zijkant. En nu ligt hij al goed, hè. Dus je kan hem gewoon... Even kijken. Zweethanden. Nee, perfect. laptop. Hij zat in één keer goed? Kijk, dat kan je even checken door van, ja, kan hij bewegen of niet? Nou, oh, ja, hij zit eigenlijk al goed. Ja. Het enige wat we dan moeten doen is dat klepje nog naar beneden. En dat kan best wel strak gaan. Hoef je niet bang voor te zijn. En dan weer om dat hoekje. Juist. That's it. Top. Die zit er ook in. Geïnstalleerd. Nice. Dan gaan we door. Ik kan er niet tegen dat er nou mijn vieze zweetvingers op zitten. Oh ja, hier zie ik het inderdaad. Dat helpt bij de koeling. Maak je geen zorgen. Komt, dat is mijn desinfectie. Ja, ja, precies. Het is maar net, de RAM. Ja? Vind ik leuk. Ja. Doen we dat. Rammen we die er even in. Even kijken of ik het goede meeneem. Is dit een RAM? Ongelooflijk. Ja? Top. Nee. Niet goed? Nee. Wat dan? Dat ziet eruit als een RAM. Nee, dit moeten we hieronder installeren. Oh, nee, shit. Het is wel goed. Oh. Het is wel goed, het is wel goed. Yes, boom. Hier hebben we het. Ja, dat is het ding met deze camera. Kijk, hij focust alleen maar op ons. Vorige keer weet je hoe dat met QC deed, door even je gezicht zo te bedekken. Juist, daar is hij. Ramsticks, baby. Oké, nou je hebt in ieder geval, wat zijn er, 2 RAM-sticks volgens mij? Ja, het zijn er 2. Ja. 32 gig, 16 keer 2. Dus ja. 16 GB keer 2 en dan 3600 mHz. En dat is wel echt super nice, want dat is op dit moment, je hebt wel sneller geheugen. Maar dit is wel echt een mooie sweet spot. Maar deze zijn wel weer best wel duurder dan die van 3000 en 3200. Dus je betaalt wel best wel veel voor een kleine stap. Alleen als je het kan kiezen, dan kan je wel het beste voor deze gaan. Want dit is wel net even mooier en sneller geheugen. Ja. Dus je hebt goede shit gekozen. Gelukkig. 2 en 4. Of 1 en 3. Toch? Dat moet omdat het dan dual channel is, dat ze goed met elkaar werken. Ah, maar is het nou 1 of 3 en 2 en 4? Hoe komen we daarachter? Misschien moeten we op het moederbord kijken. Dat ze daar een soort hint geven of zo. Oh, het lijkt wel een escape room of zo. Nee, ik zou echt niet weten waar ik moet kijken. Misschien rechts van je CPU. Tussen je CPU en je RAM-slot. Oh ja, er staat DIM A2 en B2 first. Dus die moet als eerste. 2 en 4. Juist. Daar. 2 en 4. Ja, daar staat first. Dus stel dat je de 4 hebt, dan boeit het natuurlijk niet. Dan ram je ze er gewoon in. Ja. Maar nu doen we hem dus op slot 2 en 4. Kijk, dat groefje moet met elkaar overkomen met wat je op je moederbord ziet. Want dat gaat dus niet... Zie je? Nee, wacht even. Welk groefje? Hier zie je een... zie je dit ding hier? Ja. En dit? Oh, die. Ja. Stel dat ik hem nu erin zou drukken, dan breek ik hem gewoon af. Ja. Dus dat moet je goed overeen laten komen. Ja. Nou, dan is het kwestie van oplijnen. En ook niet met één hand doen dit. Want ik heb wel eens video's gezien dat gasten zo en dan krak. En dan breken ze gewoon dat ding af. Ja. Gewoon goed ervoor staan. That's it. Oké. Ah, kom op, jij kan dit. Ik heb vertrouwen dat jij dit kan. En dan... Je moet best wel hard drukken. En dan echt goed naar beneden. Hè? Dus niet naar... Juist. That's it. Ja. Je doet het beter dan QC. Ik zeg je eerlijk, QC, sorry bro. Weet je, het is wat het is, maar... Wat dan? Wat gebeurde er bij QC dan? Hij had wel gewoon wat meer spanning en zo. Oh, jij hebt ook spanning, maar jij doet het wel gewoon. Ja. Hij zat hier echt, nee man bro. QC, ik hou van je bro, dat weet je. Maar hij was wel een beetje shaky af en toe. Maar vertel even, want terwijl je me aan het uitpakken bent... Ja. Jij gaat best wel hard op TikTok ook, nee? Ja, maar ik weet niet of jouw kijkers dat heel interessant vinden wat ik op TikTok doe. Want dat is vooral... Ik bedoel, ze hebben het er maar mee te doen, toch? Ja, nou ja. Ik maak dus schoonmaakvideo's, heel stom. Maar ik keek dat vooral heel veel. Ja. En toen dacht ik, ik kan wel de hele tijd naar anderen gaan kijken hoe ze zitten schoonmaken. En ondertussen doe ik zelf mijn huis. Beter. Ja, dus ik dacht... Ik kan beter schoonmaken. Of in ieder geval de video's. Ik dacht wel van, als ik toch zelf mijn huis ga schoonmaken, kan ik het net zo goed filmen. Ja. Yeah. Dus, en dat deed je op een gegeven moment. Ja, en reageren op hoe anderen schoonmaken. En dat blijkt wel leuk te gaan. Maar gewoon als in reageren op hoe zij, als in... Of hun huis schoon is, of echt hoe ze schoonmaken. Of opvullen van hun koelkast, gewoon een beetje hoe heet dat ook weer? ASMR / satisfying. Dat is het ook, ja. Dat ze, weet je wel, je hebt bijvoorbeeld wasmiddel in een fles. Ja. En dan vullen ze die fles tot de top aan, zonder spleetje. Ja, zonder spleetje, ja. Jezus, oké. Maar als je kijkt naar mijn studio, hè, ja, is het hier opgeruimd of denk je van het kan nog wel even wat beter schoon? Nee, ik vind dit wel heel opgeruimd hoor. Ja? Ja, ja. Of kan ik, waar zou je nog, waar zou ik, denk wel dat ik mijn vaat wel beter kan wegwerken? Ja. Of is het wel een beetje netjes opgestapeld? Ja. Ja, ik zou het in mijn wasbak zetten, zodat je het niet ziet als je van deze kant kijkt, snap je? Ja, oké. Okay. Maar ik vind dat dan weer vervelend, dat ik dan mijn handen was en dan spettert het er overal naartoe en zo. Maar dat is dus de regel die ik heb. Als ik ergens ben, bij mezelf dan, hè, in een kamer, en ik verlaat die kamer, dan moeten alle oppervlakten leeg zijn. En daardoor blijf je, zo maar zeggen, opgeruimd. Dus dat is wel die vaat zou dan inderdaad ook niet blijven staan. Dat zou gewoon dan iedere keer weg. Dat is wel echt een goeie inderdaad. Want als je weg bent, dan moet alle oppervlaktes... Alle oppervlaktes moeten schoon of leeg, weet je wel. Niet dat er prullen nog liggen. Jongens, dit is serieus. Je maakt TikTok over, maar dit is echt een ziek advies, jongens. Ik geef jullie vaak adviezen, maar dit is echt nice. Als je uit een kamer gaat, oppervlakte leeg. Is het net kut als je in zo'n bibliotheek werkt met zo'n zaal met 40 tafels. Maar thuis... Is het maar het is wel goed voor je mindset. Ja, het is gewoon leeg hoofd houden. Klopt. Ja, ik weet, ik hetzelfde wel als met je bed opmaken iedere ochtend. Ja, klopt. Nee, ik merk wel inderdaad met een rommelige kamer, daar krijg je heel veel prikkels van. Ja. En dan, dan kan ik niet meer goed nadenken. Dat ik denk van overal ligt iets, maar omdat er zoveel ligt, ga je ook niks meer doen. Want je denkt van dan moet ik heel het huis opruimen. Terwijl als je maar een paar dingetjes doet, voelt het al meer opgeruimd. Ja, precies. Ja. Klopt. Nice, dus vanaf nu ga ik ook TikTok schoonmaakvideo's maken. Maar volgens mij pak je daar wel dikke views mee, of niet? Nou ja, het gaat niet over miljoenen views of zo, maar wel, wel 10.000 views. Dat vind ik best wel veel. Ja. Ja. Maar goed, ik heb nog geen 10.000 volgers op TikTok, dus zover is het nog niet. Als jij schoonmaakvideo's wilt zien, als jij je leven wilt beteren, ga naar Mathia toe. Echt, doe het. Nu. Alright. Ja, laten we verder gaan met waar het echt om draait. Oh, ik dacht dat het echt zo groot zou zijn. Het is echt een heel klein ding. Ja, oké. Zo'n klein chocoladereepje. Ja. Nou, waar gaan we die installeren? Hier. Nee, jawel. Nee, dat past net niet. Nou, ik zou hem toch daarin stoppen, want ik weet het anders niet. Hierin. Probeer het eens. Maar niet echt, maar gewoon hou me voor. Nee, dat gaat niet. Dit is wel een beetje een strikvraag. Er moet er iets open voordat ik het erin kan doen? Ja. Oh. Waar zie je een schroefje? Je zit wel in de buurt. Moet die hieronder? Juist. Oh, dat had ik nooit kunnen vinden dus. Ik weet helemaal niet wat links en rechts is. Rechtsom is los en ze draait hem naar links. Heerlijk dit. Oh, er zat wel een beetje geluid bij. Ja, die was nice. Die was nice. Nou, doe jij er ook een? Ja, oké, pak ik deze. Deze was naar mij aan het fluisteren. Nou ja, dat is die draak van MSI. Dan pak ik ook deze, Ja. Hé, daar zit een kleine fan in, zie je? Ja. Ja, fucking dik, jongens. Ik zal hem nog even van dichtbij laten zien aan jullie. Look at this. Onderdelen zitten erop. Hij ziet er echt heel tof uit, maar echt een tof moederbord is dit. Ik vind hem heel nice. Dit is wel echt een schatje. Nou, kijk deze, what the fuck. Ik vind het echt een leuk ding. Ja, ik ook. Ik hou wel van dat hij zo compact is. Ja, toch? Ja. Maar hij staat ook op mijn bureau, dus dat scheelt gewoon wel. Ja. Nee, perfect. Ik vind het altijd wel nice. Gewoon een kleine case. Het is alleen altijd met kabelmanagement is het even lastiger. Maar en voor past de rest, een grote kaart erin? Ja, dat is iets waar we naar moeten kijken. Want ik denk het wel, eerlijk gezegd. Maar dat moeten we zo even zien. Want ik zie wel, misschien kunnen we die fans anders zetten. Dus dat komt wel goed. Welke was dit ook alweer? Dit was de... Gungnir... Gungnir? Gungnir. Gungnir. Gungnir 110R. De MSI MPG Gungnir. MSI, weet je, ik hou van jullie, maar dit is echt een belachelijke naam. Gungnir. Wat een rare naam om uit te spreken. Ik vraag me ook af hoe mensen dit in Amerika het dan uitspreken. Gungnir. 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 Is het Gungnir dan? Gungnir. Gungnir. Gung. Jij gunt zometeen iedereen. Ja, maar ja. Dat is echt een dad joke. Nou, top. Maar ben jij een beetje pro-gamer of niet? Pro? Ja. Nou, nee. Ik ben niet echt pro, maar ik doe ook geen games waar ik niet goed in ben. Dan ben ik er heel gauw mee klaar mee. Je doet alleen games waar je pro in bent. Pro, nee. Maar wel... Wel gewoon dat je het gevoel hebt van, hé... Dat ik niet verlies van 12-jarigen. Dat is sowieso een goede om aan vast te houden. Ja. En ja, nee, dat is het. Maar dat zei mijn beste vriendin, zei dat laatst. Ja, jij doet altijd alleen maar dingen waar je, wat je kan. En anders doe je het gewoon niet. En dat is ook wel hoe mijn gamekeuzes gebaseerd zijn. Maar is dat dan je mindset als in... Want er zal ook toch wel iets zijn geweest waar je in het begin niet... Of moet je er altijd wel een soort aanleg voor hebben of zo? Ja, ik moet het dan ook wel heel leuk vinden. Dan kan ik, als je een beetje tijd erin wil investeren. Ja, precies. Of is het meer dat je denkt van... Je geeft niet letterlijk vanaf dag 1 dat je denkt... Nou, nu kap ik ermee. Maar meer zoiets van... Het moet wel op een gegeven moment voelen van dat ik erin verder kom of zo. Ja, is dat, het? Dat is het, jawel. Okay. Ja, en ook... Mijn kijkers hebben daar ook wel invloed op. Want als zij zeggen van Mathia, dit vind jij echt een leuke game. Terwijl ik dan denk, nou, het lijkt me helemaal niks, maar goed. Zij kennen mij ook wel een beetje, dus als zij zeggen van, jij vindt het een leuke game, dan wil ik het altijd wel een kans geven. Ja, oké. Oké, nou, we gaan het moederbordje erin halen. Ga ik even staan, even kijken. Ja. Ik heb dus in het verleden altijd gehad dat dan op een gegeven moment dat een beetje lam wordt. Ja, klopt. Die USB-dingen en zo. Oh ja, precies. Heeft dat daarmee te maken? Nou, nee, het is meer dat... het is sowieso de aansluiting op je kast. En... Volgens mij heeft het ook met je... Het is in feite met je aarde ook te maken. Dat het gewoon... Aard ook weer, maar ook gewoon de mooie aansluiting dat dit gewoon goed zit. Ja. Kijk, normaal gesproken zit er zo'n klepje op. Nee, ik dacht echt dat het ook iets met aarde te maken, maar dat is dus bullshit. Het is gewoon letterlijk om... Nou, het is gewoon letterlijk voor de aansluiting alleen. Dat het er mooi uitziet en mooi aansluit, that's it. Dus, nou jongens, vergeet wat ik heb gezegd daar. Dat is fucking dom. Maar ik weet ook niet alles. Maar ik ben ook niet... Zo zit ik dan weer in elkaar. Ik ben niet de minste om dan te zeggen van, oh ja, ik heb het mis. Ja. Het hoeft niet voor mij, ik hoef niet alles te weten of zo. Maar wij hebben dus heel veel pech met onze vakantie. Altijd. Wij zijn nog nooit op een vakantie geweest zonder pech. Dus klop het af op deze eikenhouten tafel. We hadden, voor corona, dus niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor gingen we met de camper op vakantie. Ja. Nou, dat heb ik ook gevlogd. Voor heel veel mensen. Van de wereld. Ja, we hadden eerst de cilinder was kapot of zo van de motor. Ja. Dus toen stonden we in Oostenrijk ineens op zo'n brug, door de bergen, weet je wel, stopte hij ineens. Op een brug? Ja, verschrikkelijk. Toen moesten we daar overnachten, want het werd gemaakt, kon niet gemaakt worden. Moesten we met de taxi naar een ander plekje, kregen we een nieuwe camper. Nou, echt super deluxe ding, echt veel luxer dan de camper waar we mee gingen. Maar even als bruikleen of zo? Ja, gewoon... AWB shit. Ja, zoiets, ja. Ah. En die van jullie was klaar voor de sloop of zo? Ja, die kon afgevoerd worden. Want die is uiteindelijk wel weer terug naar Nederland gekomen, want we hadden hem geleend van een vriend. Ja. Dus die heeft het uiteindelijk gefixt. Maar toen waren we dus met die leencamper naar Kroatië gegaan. En toen waren we daar van die stormen die hier laatst ook in Leersum waren. Oh, nee. En toen is... Ja, toen is die ook helemaal kapot gegaan. Nee, joh. Maar ja, dat was... Ja, en toen? Toen moesten we hem weer terugbrengen en zeiden we, ja, hij is kapot. En toen zeiden ze, hier heb je nog een nieuwe. Nee. Ja, toen kregen we wel nog een auto. We kregen geen camper meer. Waar we mee naar huis konden rijden. Shit. Ja, dat was verschrikkelijk, joh. Maar dat was ook super eng, want wij waren bezig met die camper überhaupt op de luifel op omlaag te houden. Want die hadden we dus niet ingedraaid. En opeens was het storm. Ja. En het was zoveel storm. Ik hing aan die luifel. En mijn vriend ook. En toen zei ik op een gegeven moment, zei mijn vriend, ik ga eventjes daar kijken of ik daar iets vast moet binden. Toen liet hij los en toen ging ik dus met luifel en al gewoon de lucht in. Nee joh! Ja. What the fuck? We stonden langs maar het is gewoon een soort parachute natuurlijk dan. Ja. Het vangt zoveel wind. Ja. Maar ging het daardoor kapot? Ja. Oh, kut. Maar op die camping, alle bomen waren ontworteld en alle strandstoelen, nou, dat wij dat overleefd hebben. Want we stonden gewoon buiten om die camper te redden. Jezus Christus, hé. Ja. Nou, laten we vanuit gaan dat dat niet zo is. Slechter dan dat kan het niet gaan, denk ik. Kan het in principe niet gaan, nee. Ja, het kan natuurlijk altijd wel erger, maar dat gaat niet gebeuren op Gran Canaria, lijkt mij. Nee, dat denk ik ook niet. Maar of Gran Canaria is dat dan het eiland? Dat juist. Grote. Ik ben wel op Lanzarote geweest en op La Palma een keer. Oh ja. Dat was wel echt vet. Die Lanzarote vond ik echt Daar ben ik allebei nog niet geweest. La Palma is echt zo'n het zijn allemaal vulkaaneilanden. Maar daar was echt, het strandje was ook gewoon zwart. Oh ja. Oh. Dus dat was heel interessant. Alleen, je weet toch dat soms je voeten verbranden op het zand. Ja. En daar is het zwart strand. Nou, echt serieus. Moet je schoenen aan. Nou, ik heb gerend voor mijn leven. Ik stond echt in de zee en ik denk van, volgens mij heb ik mijn voeten verbrand. Ja, gewoon blaren erop. Nou, echt bijna wel. Serieus. Nou, je moederbord zit erin. Ja. Zoals je ziet. Hij ziet er goed uit. Ja, prachtig. Ja, toch? Ja. Ja, nu denk ik toch dat we eerst wat kabels gaan aansluiten eraan. Dus dit is voor je USB bijvoorbeeld, voor je voorpaneeltje, dat je knopjes het doen. Ja. En nog wat andere kabels zometeen voor je SSD en je HDD. En dan kunnen we daarna voeding, hoe heet het, je opslag, je koeling en dan videokaart. Oké. That's it. Een schemaatje met van hoe ik ze moet aansluiten. Dat zocht ik eventjes. Zal ik hem open houden voor je? Dan, Ja, als jij dat doet. Ja, dan doe ik ook nog wat nuttigs. Doe jij? Ja, dat wil ik niet zeggen. Als zo'n, hoe heet dat, spelprogramma van vroeger ook alweer. Ja, Sidechick. Of nee, hoe heet dat? Dat ze zo die Rad van Fortuin of zo. Ja, dat ze letters omdraaien. Met die letters. Het enige wat ze deden, daarheen en zo aantikken. Maar dan niet. Nee, toen moest je ze echt nog omdraaien. Ja. Oh, ja, dat is wel heel lang geleden hoor. Dat is echt super oldschool. Ik ben benieuwd of er mensen zijn... die dat nog weten. Ja. Ja. Dan heb ik nog... Nou, lekker dit. Ik hoop dat het één gaatje was wat hij moest boren. Nou, ik ken die man en dat is zeker niet één gaatje, deze hond. Nou, dit zit wel super netjes. Ik moet zeggen, de kabelmanagement is goed te doen. Ja? Ja, tot nu toe. Laten we nu de voeding installeren. Oké. Even kijken, dan steeds. De voeding, baby. De voeding is het zwaarste, hè? Ben jij een beetje van straattaal of niet? Nee, dat vind ik ook heel stom klinken als ik iets zeg. Zoals een nifi. Ja, nifi is een knife dan. Zeg eens, ik snij even deze... Wat zullen we voor voeding zeggen? Zeg, ik snij deze tori open met een nifi. Ja. Ik snij deze tori open met een nifi. Dat klinkt nog stom als ik dat zeg. Ja. Echt zo van mama, die probeert ook cool te zijn. Ja. Jij hebt hier een knop op jouw moederbord. Ja. En, is dat die overclock knop? Ja, het is een Game Boost knop. Oh. Set the Game Boost knob to hardware mode in BIOS setup. Dus je moet dan de Game Boost op hardware mode zetten in je BIOS. Dus dat kunnen we niet hier doen. Nee. En dan kan je de rotate the Game Boost knob to select the overclocking stage as you desire. En je kan er gewoon aan draaien en hij automatisch overklokt hij hem. Dus je kan hem hoe hoog je zet, hoe hoog je wilt. Maar hij gaat hier wel tot en met de 2900X van de Ryzen 7. Maar jij hebt natuurlijk een andere. Maar ik neem even aan dat dat soort van hetzelfde werkt op degene die jij nu hebt. En dan gaat hij van 3,7 gigahertz gaat hij naar 4,4 als je hem op 11 zet. En je hebt dus 11... Kijken, ja, ik zal hem even laten zien. Kan ik hem neerleggen? Ja. Kijk, hier zit hij. Daar. Ja, die zag ik zag hem net ook al. Ja, je kan er gewoon aan draaien. Het is wel vet. Dus nu zijn we inderdaad aan het kijken, jongens, van wat hebben we nou allemaal nodig. Sowieso een moederbord. Om die te supplyen. Die moeten we ook nog. Dus dat is echt die grote kabel. Een stugge motherfucker, noem ik hem altijd. Oh ja. Ik krijg een beetje zin in die drop hiervan. Ja. Ken je die drop? Ja, klopt. Oh. Dat hadden we vorige keer met QC ook. Echt? Ja. Maar het smaakt ook naar drop, hè? Ze hebben deze laatst bij MSC een dropcoating gegeven. Echt waar. Wil jij er een of niet? Dit is met salmiak. Die mag jij hebben. Ik heb liever zouten erop. Oeh, vroeger had je bij zo'n bakker bij ons dubbel zout erop. Die dubbel zout? Die brandde gewoon je tong. Nou, mijn schoonmoeder staat op de markt en daar hebben ze nog zo'n snoepkraam met al het oude snoep, weet je wel, van vroeger. Ja. Oh, heerlijk. En ik had haar vorige keer gezegd dat ik deze drop dus nooit meer kon vinden ergens. Zij ging nu dat halen. Oh, wat lekker. Ook op dit moment ook? Ja, dat eerst volgende keer dat ik er zie, dan kijk ik waarschijnlijk. Die moet in CPU. Ja. Maar heb jij fans of heb jij... Ik vind het altijd kut om... Nee, mensen fans te noemen, ik weet het niet. Ik vind dat wel een gek woord of zo. Fan. Ik vind ook, mensen op Twitch noemen zichzelf toch ook geen fans? Als iemand kijkt, ik ben fan. Nee, je bent gewoon onderdeel van de community. Op TikTok zeggen mensen zelf, ik ben fan. Ja. In de comments, weet je wel. Ja. Dus en op YouTube is het ook niet echt fans. Tenminste, ik vind dat niet. Nee, ik vind dat ook niet. Nee. Ja, maar dat zou ook zijn, ik vind een fan is iemand die je mij wel kent, maar ik hun niet ken. Ja, maar ja, ken jij iedereen van jouw stream? Nou ja, niet hoe ze eruit zien, maar wel... Ja, je weet wel wie het is. Ja, oké, je herkent hun namen. Maar op YouTube bijvoorbeeld is het alweer zo groot, dan weet je het ook niet. Nee, dat is anders. En de lurkers ken je niet. Nee. Ja, het blijft wel iets lastigs, ik weet niet. Ik vind het altijd maar... Ja, fans vind ik ook gek klinken. Weet je wat ik raar vind? Dat deze sticker op de kop zit. Klopt. Dat is echt super kut voor je gevoel. Maar aan deze kant, zit kijk maar in de camera. Oh ja, daar zit hij wel goed. Ja, kijk. Oh ja, ja. Dus deze kant is niet belangrijk gelukkig. Nee, er zit toch een dicht scherm. Ja, want als je hem ondersteboven zou zetten, want in mijn kast, in die andere, dan zit mijn voeding bovenaan. Oh, ja. En dan zit hij weer recht. Ja. Dus dat is de reden. Oh, dus jij hebt dan... je fans bovenop zitten eigenlijk? Ja, van mijn voeding die zit hier weer bovenop. Dus zo'n goeie, het ligt er maar net aan hoe je jouw voeding installeert. Wil je mijn kanaal overnemen of zo? Ja, weet je, kom op. Ik was hier toch zogenaamde professional. Ja, maar jij zegt net dat je je fans moet onderdrukken. Maar dat doe jij dus niet. Oh, dat bedoel je. Ja, ik zet mijn fans bovenop. Ja, ik zet mijn fans altijd boven mijzelf. Ja. Maar ik dus niet, sorry. Nee, jij onderdrukt ze. Maar jij hebt geen... jij hebt gewoon een... Weet je wat het is? Ik vind het gewoon meer... Je hebt dan gewoon een community. Ja. Of een community die rond jouw content hangt. Ja. Of zo. Ja, en ik heb ook mensen die alleen maar mijn YouTube kijken. Oh ja. En die bijvoorbeeld niet Twitch kijken. Omdat die dat waarschijnlijk niet... Weet ik veel. Waarom kijken jullie eigenlijk niet mijn fucking Twitch, boys? Ja, dat is niet van gamen houden. Je maakt ook YouTube. Game content. Nee. Niet meer? Doe je geen highlight video's? Oh ja, de highlights, klopt. Ja. De highlights die komen wel online. Ja, misschien vinden ze alleen de highlights leuk. Denken ze al dat... ik snap dat ook wel, want gezeur. Dat is ook het leukst van je stream, komt in een highlight. Ja, klopt. Ja, klopt. Alleen ik heb wel zoiets van, het is juist tof als je het moment tot een highlight meemaakt. Mm-hmm. Niet alleen maar de highlight, maar alles eromheen. Ja. Maar ja, dat is dan weer hoe ik daarnaar kijk. Ik heb dan wel eens, als ik een highlight video maak of... dat iemand die voor me maakt, dat ik die zit te kijken en dan denk ik, heb ik dat gezegd? Ja, dat ik dat gewoon echt niet meer kan herinneren. Ja, gebeurt. Maar er gebeurt ook zoveel. Jij streamt ook uren per week, dus... Ja. Weet je, dat had ik bij die subathon. Op een gegeven moment ging mijn vriend een soort van polonaise met mij lopen. Ja. Yeah. Nou, super grappig zou je denken, dat onthoud je wel. Maar ik was het gewoon... Ik wist helemaal niet eens meer, vergeten. Ik wist helemaal niet meer dat gebeurd was. Ja, maar je wordt ook wel een dagje ouder, hè? Want laat je eerlijk wezen. Ik bedoel, je bent alweer 29. Ben niet meer 18, nee. Ja, kijk, dit is een Seagate Barracuda 4 terabyte. Oké, je koeling. Koeling. Oh ja, de harde schijf, die zat er ook. Ja, harde schijven zitten erin. Dit is het laatste, toch? Of heb ik nu... Ja, videokaart. Ja. Welke heb je gekocht eigenlijk? Laat die even zien. De MSI Mac Core Liquid 240R liquid cooling. Wow. Met RGB Mystic Light. Wauw. Je hebt het zo goed uitgesproken, ik had het niet beter kunnen doen. Ze pakt even die Nifi er weer bij. Nou, je fans. Hier zijn je twee grootste fans. Haha, wat een kutgrap. En die gaan we uiteindelijk hier installeren. Oh, sorry. Waar zit het water dan? Het water moeten we zo nog even bijvullen. Dat zei ik ook tegen QC. Nog een kutgrap, jongens. Ik ben alleen maar bezig met van die klote grap. Dat zit er al in. Dat zit gewoon hierin. Wij hebben een AM4 socket, jongens. Dat is deze hier. Kunnen jullie niet zien, hoewel. Hier, AM4. Femke, kan je inzoomen? Ik weet niet of het echt kut kwaliteit gaat zijn. Zoom even in op dit deel. Zoom eens hierin, hier. Die voor jullie, vriend. Die. Grapje, jongens, ik hou van die ding. Hey, in ieder geval, we hebben bracket B nodig. Dus deze. Deze nodig. En koelpasta. Top. Nou, dat zit. Die hebben we nodig. Hé, wacht eens even. Ik heb helemaal niet die dingen nodig. Ik heb alleen maar deze twee kleine steuntjes nodig. Oké, ze zitten erin. Heb je hem al nodig? God, vergeten. Deze is op de kop. Kijk nou even wat je hebt gedaan. Laat eens even zien aan die jongens. Ik vond hem er al zo raar uitzien. Wat heb je gedaan? Je hebt een push-pull systeem gemaakt. Ja, ik denk zo... Ja, op zich goed, maar op zich moet je hem eventjes even opnieuw. Oh shit. Geef niet, geef niet. Ik dacht al, hij ziet er wel gek uit. Hij ziet er wel een beetje gek uit, ja. Wil jij nog een tompoes, of niet? Of denk je van... Ja, ik lust wel een tompoes. Ja? Oh shit, je hebt er ook gewoon 4. Ja. Maar ja, ik dacht dat. Dan heb je er vanavond nog één met Isabel. Oeh, ja, dat vindt ze wel chill. Nu is de vraag: hoe eet jij de tompoes? Er zijn een aantal tactieken hoe je tompoes eet, toch? Ja, je moet de bovenkant eraf halen. Zo eet ik hem niet hoor, maar dat zeggen ze. De kenners. Nee, ik wil gewoon hoe eet jij hem? Ja, ja, sommigen doen de bovenkant eraf en dan onderop of zo. Ja, toch? Dat doe ik niet hoor. Tom Cruise. Tom Cruise. Jij doet, ik denk dat ik weet hoe jij het gaat doen. Wat dan? Nee, sorry. Vertel eerst wat jij wil doen. Nee, zeggen. Ik ben wel benieuwd hoe jij het gaat doen. Wat je denkt dat ik doe. Ik doe het gewoon altijd gewoon alles verpesten. Gewoon bam, er doorheen. Ik denk dat jij hem op zijn zijkantje legt. Nee. Dat doen mensen ook. Die zetten hem op een zijkantje. Of jij chapt eerst dat middelstuk eruit. Oh, ik weet het. Haal jij niet die room eraf en smeer het aan de bovenkant? Nee. Nou ja, het is allemaal, ik heb sowieso geen vork nodig, maar... Je hebt niet eens een vork nodig? Nee. Je chapt hem gewoon zo? Ja, ik doe, wacht. Ik doe dus altijd gewoon zo. En dan eet ik zo eromheen. What the fuck? Deze heb ik nog nooit gezien. En ik die room eraf. En dan eet je hem op? En dan eet ik hem op. Oh, shit. Ja. Want dan kan ik niet meer soort van uitdijen. Nou, niet een klein beetje, maar... Mm. Zal ik dan een andere tactiek proberen? Ja. Ga ik even die wat mensen zeggen op de zijkant. Dit is echt geen goede tactiek. Kijk dit is toch geen tompoes meer? Dit is gewoon een hoopje poes. Dat klinkt echt heel verkeerd. Oh mijn god, ik zit... In het verkeerde graadje. Ik zeg niks verder. Nee. Ik hoorde die kast volgens mij al auw zeggen. Auw! Hoorde je dat? Ja. Daar ben ik altijd bang voor als de inbreken bij mij. Mijn computer meenemen. Yeah? En dan mijn bekabeling gaan bekijken. Van, jezus, wat een zwijn. Dat ze denken, fucking hell, deze hoef ik niet eens. Nee. Ja, nu gaan we proberen om die kast dicht te doen. Ja, morgens, de kabels aan de achterkant, ze zijn wel oké hoor. Maar ja, we komen er niet mee weg om alles helemaal weg te werken. Alright, eerst maar je capture card doen dan. Ja. Doen die als eerst en daarna doen we de videokaart erin. Ik had een videokaart, ik wilde nog niet een nieuwe kopen, want ze zijn nogal duur op het moment. Dus ik wilde mijn 1080 er terug inzetten. Die zat in mijn oude pc. Dus we halen hier, ik had mijn pc meegenomen. En we halen de videokaarten uit. En ja, die zat zo. En toen hoorden we wat rammelen. Precies. En toen kwam dit eruit vallen. Wacht. Ja, je kan zo. Het even laten zien. Ik weet eerlijk gezegd niet wat het is. Als in... We hebben wel... Het lijkt op een weerstandje of zoiets. Of... Zal ik het even opzoeken? Ja, wel. Want Emre had wel hem opengemaakt. En erachter gekomen waar het weerstandje moet zitten. Maar ja, je kunt hem waarschijnlijk heel simpel vast solderen. Het is een capacitor. Hij kost 80 cent. Je kan hem waarschijnlijk inderdaad gewoon vast solderen weer. Nou, ik kan niet solderen. Ik heb überhaupt geen soldeerdingetje hier. Het is een capacitor. Dus het inderdaad helpt soort van om stroom te verspreiden en te helpen met die pieken en zo en alles. Dus. Ja. Dus lijkt me niet heel handig dat we die nu hier gaan installeren. We zijn een beetje bang dat dan dit moederbord of deze videokaart de hele PC kapot gaat maken. En ik weet dat niet zeker, maar het is meer zeker voor het onzekere. En ja, dan kunnen we het maar net zo goed niet doen. Dus we gaan, die gaat eventjes weg. Ja, die ga ik in mijn oude PC weer zetten. Ja. En dan kijken of die het nog gewoon doet. Ja, want dat is dan een PC waar ze het soort van kan veroorloven. Ja. Maar ja, ik zou toch even... Ja, misschien kan je het eerst nog even bij MSI zelf ook even vragen. Oh ja. Dat is misschien nog wel een goeie. Even vragen van, hé, is het heel gevaarlijk als ik deze aanzet, ja of nee? Maar ik had een kaart die ik nog hier had liggen voor de time being en om deze setup af te maken. Jij krijgt volgens mij vanuit MSI nog een... eentje die ik tijdelijk kan gebruiken tot die prijzen droppen en dan koop ik gewoon een, zelf een 3080. Precies. Dat is wel het idee met deze PC, dat ik die er nog in ga. Ja, precies. Nou, en dan heb ik gelukkig hier heb ik er een die je kan gebruiken. Boom! De 3080 baby, we motherfucking got him. Dus ja, het is wel echt een monster ding. Yeah. Maar deze gaan we erin zetten. Oh, ik dacht heel even dat ik hier ook iets hoorde, maar het waren mijn vingers hier langs. Ik denk, ik dacht, deze is ook naar de types. Ja. Kijk, hij zit ook hier, zie je? Ja, ja. Daar zitten ze. Nee, dus ja, 3080. Deze gaan we erin zetten en dan is je PC af. Dus ik zou zeggen, let's go. Dit is een snellere poort waarbij je meer soort van snel... Dat vergelijken ze met highways, de snelwegen. Dus hoe meer van die wegen, hoe meer data je eroverheen kan sturen. Maar waarom doen ze dat dan maar in één poort? Ja. Is dat heel duur, die pinnetjes? Ja, nou ja, weet ik niet inderdaad. Nee, dat lijkt me toch niet, hè? Ik bedoel, die pinnetjes kan je toch ook gewoon daarin zetten? Misschien is het in het algemeen op je bord dat het niet alleen die pinnetjes zijn, maar dat ze ook verder nog andere dingen misschien moeten upgraden om dat aan te kunnen. Ik weet het eigenlijk niet. Ja. Dat is een goede vraag. Patrick! Jij gaat mij nu antwoorden, maar jij gaat mij, als je deze video hebt gezien, mij appen waarom dat zo is. Ik wil het weten. Maar, ik ben echt zo vervelend kind. Waarom is dat dan? Nee, waarom? Ik hou daar juist van. Je stelt hele goede vragen. Je stelt betere vragen dan Patrick zelf eigenlijk, die van MSC mij heeft geholpen. Nou, ja, dat is echt een, als je hem vergelijkt ook met deze. En deze, hiervoor had ik een 67. En dat vond ik al, zal ik zeggen, een overgang toen van wow, wat een gigantisch. En dan is die al groot, maar dan kijk je naar dit. Dit is gewoon een monster. Ja. Deze kan je gewoon onder je bed leggen en dan komen je ouders het monster uit je bed verwijderen. Deze ik zou willen dat dit monster onder mijn bed zou liggen. Oeh. Hij knettert ook zo. Ja, fijn. We hebben nog eentje aan de voorkant. Oh ja. Ah, fuck! Fuck, hoorde je dat? Ja, deed die zeer dan? Die deed heel veel zeer. Oeh. Hij is nice. Hij is echt zo'n compacte case is het. Ja. Ik vind hem echt heel tof geworden. Ben jij er blij mee? Ik ben er heel blij mee. Ja, ik vind hem echt strak en compact inderdaad. En er zit alles in. Alles zit erin, alles erop en eraan. Is ready to go. Nice. Aan jou de eer, hè? Ja, ik ben er klaar voor. Ja? Let's go. Oké. Oeh. Oeh. Hij gaat waarschijnlijk een keertje resetten. In 3, 2, 1. Nee, niet eens. Oh joh, die lamp aan de binnenkant ook. Hij is vet, hè? Ja. Oh, ik heb nog nooit zo'n koele gehad. Ja, super. Oh, maar op die videokaart zit ook RGB. Ja, daar zit er ook op. En uiteraard op je RAM-sticks. Ja, dit is dik hoor. Hij is vet hoor. Ja, toch? Hij past goed bij, echt waar. Nice. You know? Hij is clean. Daar hou je van. Compact. Ja, clean schoonmaken. En compact. Hij is compact, maar wel een monster. Ja, ik vind hem echt heel gaaf. Ja. Good shit. Nou, Mathia, ja, jij bent echt aan het shine op de camera. Kijk dat, dit is gewoon hoe het is, jongens. Ik zit hier in een donker hoekje, Mathia aan het shine. Maar het gaat ook om jou vandaag, hè? Om deze? Ja. Ja, om jou en om deze kast natuurlijk. Ja, ja. En daar staat mijn gruwelijke lamp. Eigenlijk heb ik hier misschien nog een lamp nodig of zo, snap je? Ja. Maar hey, fuck it. Ik vind het echt, ik vond het echt tof. Ja, ik ook. Ik vond het gezellig. Ja, we hebben over veel dingen gepraat. Lang bezig geweest. Het heeft best wel lang geduurd. Ja. Maar dat zeg ik ook altijd. Ik waarschuw mensen van, hey, het duurt best wel lang. Ja. Verkijk je er niet op. Maar jij kan volgens mij naar huis en... ik ga gamen. Gamen, streamen, video's maken. Ja, alles. Tegelijk ook nu. Alles, met deze CPU kan je sowieso alles tegelijk. Nee, super nice, sowieso. Even nice. Een box sowieso. Yes. Dankjewel. Ja, geen dank. Het was super nice dat je erbij was. Ja, dankjewel dat je me wilde helpen hiermee. Tuurlijk. Want had ik echt niet gekund in mijn eentje. Ja, het is nog gezellig zo. En altijd pc'tjes bouwen vind ik wel tof. Dus hey, altijd de mogelijkheid om iets tofs te doen. Ja. Morrogs, ik wil jullie bedanken ook. Als jij Mathia haar socials of waar dan ook wil volgen, linkjes staan in de beschrijving. Dus check haar ook eventjes sowieso. En dan gaan we hem afsluiten, man. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video sowieso. En wie weet de volgende keer met een nieuwe gast bij de Game PC van. Dit is de Game PC van Mathia. En deze is helemaal af. Ik zie jullie de volgende keer. Later.